Hallo dames en heren, leuk dat jullie bekijken naar een nieuwe aflevering van Far Cry 6. We zitten vandaag op aflevering 13. Het is vandaag 23 oktober 2021. Nou. Vorige aflevering hebben wij dit autoplatform overgenomen van de F&D. Hebben wij een ambush meegestaan en wat hebben we nog meegedaan? Geen idee. Ik heb gewoon legit geen idee. Wat er wel is... de orders zijn weer ready, dus dat gaat gewoon door. Alleen ik weet even niet waar de bord hier staat. Staat er hier zo'n bord voor die ene guy? Hola. Hola. Dat we die missies kunnen doen? Ik hoop het. Alleen ik weet het niet. Even kijken. Staat hier zo'n bord? Ziet er niet naar uit. Kunnen we die überhaupt op de map zien? Nee. Dan zou je misschien daar kunnen staan. Of zo, weet ik. Oh, visual glitch, oké. Okay. Ik wist niet dat dat kon in Far Cry. En waarom is dat... Waarom is die bo... Hadden we die niet gisteren gewoon gepakt? Dat hebben we zeker wel. Ik denk dat hij niet op tijd heeft opgeslagen. Nee, want dit hadden we ook al allemaal gepakt. Nou, doen we gewoon even opnieuw. Dat is ook weer geen probleem, weet je. Ik zat al, waarom zijn al deze fuel dingen opnieuw gespand? Maar ja, oké. Okay. Nou, apart. Oké, okay, kleine glitch. Of hij heeft gewoon niet opgeslagen, dat zou ook kunnen. En dan is het geen glitch, dan is het gewoon... I mean, hij zou moeten opslaan als hij afsluit. Misschien heeft hij dat gewoon niet gedaan. Die hebben we vorige aflevering gelezen, dus indien je dat nog wil zien... moet je zeer zeker eventjes de vorige aflevering... Hier krijgen we vorige keer wel een wapen uit. Heeft hij nou legit alles gestokt? Nou, ik weet het niet hoor. Oh, fuck. Ik wou die dom. Ik... Game, nee, dit wou ik niet. Heeft de game nou legit alles gestokt voor ons? Misschien. Hey, zou kunnen. Over hier. What do you got? Danny, some ranchers came to the camp. Army set up an anti-aircraft cannon on their land. I'm marking it on your map for you. Thank you. Anti-aircraft site. Dat is altijd tof om te hebben. Oké. Okay. Ja, nee, hier staat echt geen bord, hè. Nee, oké. Okay. Dat is jammer. Nou, weet je, dan gaan we eventjes gewoon ergens naartoe waar wel zo'n bord staat. Waar komt deze hele... Oh, daar. Nice. Willen we überhaupt met de helikopter ergens naartoe vliegen? Kunnen we niet gewoon beter fast travelen? Dit is gewoon een military target... Even die Gorilla Scout, ja. Als het goed is, heb... Oh nee, wacht. Gorilla Scout is juist die ene guy waar we net mee praten. Hmm. Ik word trouwens nog steeds niet gesponsord, helaas. Ik ga... Nee, niet daar naartoe. Ik wil eventjes dat ding kijken. Die scout. Hola. Hi. Tell me what you know. Danny. Got word that a checkpoint's been finding escape outcasts. You should go pay them a visit and tell them what a good job they're doing. Hey, thanks. Een checkpoint? Dat is... Ik weet niet waar die zit. Waar zit je checkpoint? Dat zal wel. Ja, waar zit wel zo'n ding? Dit is toch nutteloos? Wacht, staat hier wel dat bord überhaupt op de kaart? Nee, ook niet. Dus dan zou hij dan gewoon moeten kunnen zijn. Denk ik. Alleen alsnog zie ik hem niet.
Dus we teleporteren gewoon hier naartoe, want dit is veel makkelijker dan al dat hele gezeik. Zo. Juan tips. MP gadgets are disabled security. Dat kan zeer zeker waar zijn. Oh, especially. Oké, ja, hier. Awaiting orders. Hoog succes. Kostuum pilletjes. Durable plastic. Durable plastic hebben we genoeg van, volgens mij hoor. Laat me dat gewoon eventjes bekijken. Wat is er dan weer? Hoeveel durable plastic hebben we? Waar kunnen we dat zien? Inventory, denk ik. Oh, we hebben niet zoveel als ik dacht. Oké. Nou, weet je, doe dan maar lekker dit. Kijk, succesvol. 1 persoon verloren van de 10 of 4 die we konden verliezen. Oh. Ja, doe dit maar. Lekker makkelijk. En... even kijken. Dit is het hoogste procent. Industrial Composite. En dit is bonus reward. Ik ga voor de bonus. Oh mijn god. Dat is heel clean. 4 mensen verloren. Nou. Niet zo heel erg. Hupsakee. 2000. Laten we weer een jailbreak doen. Maar we hebben gewoon al die mensen nodig, weet je. Oké, daar weer eventjes een dingen op wachten. Ik wonder if their birds are any good. Oh, nee. Nee, dat gaan we niet doen. Even kijken, wat zullen we doen? Ja, we hebben natuurlijk weer geen ding op onze kaart. Second Son. You're going to help me bust Miguel out of... steal a military paria truck. This is where the action is! You found it! Waar is zo'n paria truck? Is dit een paria truck? Nee, dit is een F&D convoy. Maar wat... Vehicle pick-up. Ah, nee, ik wil gewoon die truck. Even die convoy. Hoe kun je die truck vinden en waar? Ik weet het niet. Oh, hier staan ze checkpoint. Handig om te weten. Ik heb geen idee. Oké, laten we gewoon eventjes een andere missie doen voor nu. Meet the Legends. Oh, dat is best wel ver weg. Meet Maxima Metesus. Allebei rank 3. Nou, oké. Make contact with Maximus Metenus in Valle de Oro. Maximus Metenus is a protest rap group and the unofficial voice of Libertad. When they speak, people listen. The group has been blacklisted and now they're on the run. I need to find them and make sure they're safe. Find Maximus before Castillo's force do. Okay, even kijken. Waar is dat? Oh, dat is weer in een andere regio. Oh ja, ik zie het. Ja, ja, ja. Nee, we blijven eerst eventjes in... Of is dat een andere... Ja. We blijven eerst eventjes in dit gebied, denk ik. Of... Ja, fuck it. We doen deze wel. Wat kan het ons nou schelen? We gaan dan eventjes naar Gwans weaponshop ding. Maar dan kunnen we misschien ook nog eventjes een sprim over iets halen. Weet ik veel. Zou best kunnen. Maar nee, wacht. Straks hebben we meerdere stories door elkaar heen. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet echt hebben, to be honest. Wat is dit? Zucito. Klinkt goed. Nou, laten we kijken. We doen eventjes mijn sniper weg. Hup, en dan hebben we dit ding.
Ziet er bruut uit. Nee, ik ga het toch maar niet doen. Want dan hebben we straks meerdere stories door elkaar heen. Dat moeten we natuurlijk weer niet hebben. Dus we gaan gewoon weer eventjes terug. Dan ga ik trouwens ook eventjes kijken naar de olie die we nodig hadden voor de upgrade voor de arm dealer ding. Ah, weet ik veel gereed. Dit hier. Perfected Gorilla Garrison. Gorilla Garrison upgrade. The drill instructor has selected the best scouts to take the fight to the FND. Libertad has never been this well equipped. Now available. Specialist weapons for sale. Support from Gorilla Rocketeers around Yara. Dat is heel goed. Even better trained gorillas to face the FND special forces. Dat is ook heel goed. Specialist Dragon laptops that tag security control centers. Upgrade. Dat is wel heel goed, dames en heren. Holy shit. Zo, kijk hoe dit er dan ook uitziet, man. Tering. Very interesting. Oké, okay, specialist weapons. Een rat voor. Oh, we hebben trouwens 5000 Yaran pesos. Dus ik denk dat we wel een wapentje kunnen kopen misschien. Waarom lijkt dit op een sniper? Is dit een sniper? Ik denk het. Ja. Staat er letterlijk bij. Kom op, Jezus. Submachine gun. Ja, ja, ja. Een rifle, rocket launcher, shotgun. Ik denk dat ik eventjes deze wil... Oké, kijk naar de prijs en ik hoef het toch maar eventjes niet te hebben. Nee, dank je. Dat is een beetje duur. Maar ik ga heel eventjes opzoeken hoe we die dingen kunnen vinden. Die, hier. Second chance dingen. Steal a military paria truck. Wat is dat? Ik ga het even opzoeken. Oh. Aha. Ja. Alright. Dat is het dus. Oké, okay, nou. Het is letterlijk gewoon volgens mij. Als ik de plaatjes mag geloven. Want ik heb gewoon naar plaatjes gekeken. Is het gewoon zo'n convoybus. Nou, hoe makkelijk kan het zijn? Dan gaan we eventjes hier naartoe. Pakken we mijn... Ik ga trouwens sowieso eventjes mijn auto upgraden, denk ik. Eventjes een andere auto bedoel ik meer in die zin. Oké, ja. Eerst eventjes met hem praten. Of ze haar... Oh nee, dit is gewoon een map. Oh, ik ben hier nog nooit binnen geweest. Dat is slecht. Oh, deze heb ik dan waarschijnlijk gewoon... eventjes snel ge... Is dit al een bus? Misschien mag het. Cojone. Carlos wanted a prison truck. Not this piece of shit. Oké, ja. Dat is niet het goede. Hey. Maar het was het proberen waard. Guerrilla, the army's got a checkpoint and it's cutting off one of our supply routes. Taking it out would be a big help to the cause. Thank you. Oké, ja. Duidelijk. Het is ook niet zo'n truc. Maar... Mag ik die supplies? Oh, kijk, dit is de truck die we nodig hebben. Nee, blijf hier, blijf hier, blijf hier. Wat? Bro, ik... Oh, ze hebben een shotgun. Oh, ik kan dit wapen even proberen. Ja, dat werkt goed. Als het goed is hadden we deze nodig. Alleen hij is een beetje kapot. Dat is het enige probleem. We kunnen hem repareren. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dit is hem ook niet. Wat? Moet u... Nee, het is deze niet hoor. Oh wacht, misschien is het die.
Mooi. Dus is het dit? Hij staat een beetje in de fik. Dit was niet mijn bedoeling. Dat is een kleine oeps. Ja. Kleine oeps. Oeh, dit is zo'n rocketeer. Oh, dit is heel nice. Eventjes met jou praten. What can you tell me? Danny, they put a fucking anti-aircraft cannon on my family's land. I'll mark it on your map. I appreciate it. Anti-aircraft site, okay. Okay, laten we het nu wel eventjes goed aanpakken. Maar ik wou sowieso dus mijn ride veranderen. Want wij hebben natuurlijk dit dikke ding. Nou, en ik bedoel, dan moeten we hem wel gebruiken, toch? Is dat ding nog steeds geüpgraded? Ja, zeer zeker. Chill. Heel chill. Ja, dit ding is gewoon lijp. Ik heb niks anders te zeggen. Dat is gewoon lijp. En deze is nog lijper. Volgens mij, maar ja. Nou, laten we dit er eens een keer aanhangen. Een dolk. Ja, sure. Helemaal geweldig. Oeh, we kunnen ook eventjes met een vuur spelen trouwens. Ja, sure. Ik vind hem goed zo. Niet zo oh, kijk, daar komt hij. Hier wil je niet bij geraakt worden hoor. Tering, wat een bruut ding. Hola, this will get you where you're going. Thanks a million. Nou, dit is dus hoe dat werkt. Ik hoorde zo'n tank en ik zat echt zo van, dit is nu goed. Laat mij het maar fixen. Je moet mij niet neerknallen, kut. Hé, hey, wacht. Dat is volgens mij zo'n ding. Die we nodig hebben. Denk ik. Mag ik hem? Auw! Ja, what the fuck is dit? Nee. Laat me alsjeblieft... Iemand red me. Iemand. Ja! Oh, gelukkig! Zeven, want hij despawnt, weet je wel. Oh. Thank you. Thank you very much. Holy shit. Even repareren. Is dit die we nodig hebben? Ja hoor, eindelijk. Carlos, got the truck. Good. Come get me at the gas station. On my way. Right. 1200 meter rijden. 1200... Oké, je moet even nagaan. Dit is al 1200 meter. Kijk hoe groot deze map is. Bro, ik zweer. We moeten eens een keer vanaf dit punt naar gewoon dit punt rijden. In een timelapse. Oh my god. Maar voorlopig gaan we dat niet doen, want dan heb ik al te veel van de map gespoild voor mezelf. Maar echt, ons army is zo sterk door die up. Bro, ze komen gewoon met een fucking tank aan. What the fuck is dit? Like, bro. Tering. Slijp. Nou, ik weet ook wel weer de titel voor de video. Onze troepen komen met tanks aan. Om weet ik veel te doen. Is dit... Oh nee, dit is een enemy tank. Oeps. Ik zat zo van, gaan ze nu ook rondrijden op normale tanks in het wild? Maar nee, helaas. Dat nou nog net niet. Zo mooi
mag het nou ook niet zijn, helaas. Timelapse time. Carlos, almost there. Good. Bring the truck inside the garage. You got it. All right. Waarvoor hebben we deze truck überhaupt nodig? Ja, om hem van dinges natuurlijk. Miguel van dinges af te brengen. Maar ik bedoel, waarom moeten we hem nu... Kunnen we hem niet gewoon direct gebruiken? Oh, master of disguise over here. Shut oh, jezus. Oké. Okay. Bro, ik dacht even serieus dat dat een F&D agent was of iets. Holy shit. Oh, dit is lijp. I'm going back to this place since I broke out. It used to be a school. I sent my kids there. How long were you inside? 8 months, maybe more. 18-hour days in the fields getting whipped and breathing in poison fucks with the memory. Sounds like hell. See, but I had Miguel. We kept each other straight. Yeah, you said he was like a son to you. Toughest motherfucker I know. Raised him like he was my own. Taught him to box. He almost made Senor Yara before we got taken. How did you get out? Camila snuck in one night, sliced up 3 guards, took 2 bullets to her shoulder, grabbed the hostage and sprung me and Philly. Oh yeah, sounds like his father. That's my girl, but she couldn't find Miguel, and by that time there was too much heat. So we left him behind with more of our people. Just hope there's something left of him. Hmm. Zeer interessante vraag. Oké, dan hou ik mijn bek wel weer dicht hoor. Sorry. Carlos Montero, what are you doing here? Where's Miguel? I don't know. The guards took him somewhere in the prison. Mierda. Nou, niet zo'n hele goede disguise dus. If you get caught, it's you against the fucking army. It's okay, papa. I wear my big boy pants. Crazy motherfucker. He just at the gas station when you got it. Suerte. Maar we zaten dus net gewoon in dat ding. Dat is best lijp hoor. Ga niet liegen. Binga. I don't even know what this guy looks like. Oh, ik doe dit meestal dus van een afstandje. Ergens boven. Fuck it. Oprotten. Oké, okay, mooi. Die zijn dood. Het is iets veiliger nu. Ik durf hier niet omhoog, maar ik doe het wel. Ik ga dit proberen zo stealth mogelijk te doen. Is er maar 1 alarm? Looks like it, tot nu toe. We have all heard the name, Outcast. This name is a lie. This name is an injustice to the honest to rebuild paradise. Who sacrifices everything they have for you. Those who are drafted are treated like the heroes they are. Nee, wacht even. Deze eventjes veranderen in mijn, niet mijn shotgun, maar mijn sniper. En dan kunnen we, hopelijk, silence, bam. Oké, mensen zijn alert. Zijn alle alarmen uitgeschakeld nu? Dat wil ik weten. Nee, nog niet. Meestal zijn er maar 3 alarmen, max. Dus nu zijn ze allemaal kapot, hoop ik. Ik heb nog steeds geen melding dat ze allemaal kapot zijn. Verdomme. Weet je, Every true Yara knows, there is nothing more important than family. I walk in my father's footsteps.
keeping his dream of a free and powerful Yara. One day, when I am gone, my son Diego, medic. Even at 13 years of age, I can see his strength. Ik sta hier in het open. Dat is natuurlijk niet het slimste. Ik hoop dat dat iedereen was. Ik zie namelijk niemand meer op de kaart staan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het iedereen is, gok ik dan. Ik hoop het wel. Oh fuck, dat betekent niet veel goed. Hopelijk dat het niet tot Miguel is gebeurd. Dat zal niet heel goed aflopen namelijk. Nee, hier kunnen we natuurlijk niet in. Dacht ik ook al niet, maar goed. Toch even testen. Wat is dit? Prison keycard. Kutboek. Hier? Nee. Maar inderdaad, dit was een oude school, joh. Wat die guy al zei. Ik weet zijn naam even niet. Dat is heel irritant. Wat die vader al zei. Ik denk dat we omhoog moeten misschien. Nee. Wat moeten we hier nou? Kunnen we hier op lopen? Nee. Waar is hij? Even serieus hoor, waar is hij? Misschien daar. Dus eventjes dit pakken. Aangezien het toch naar beneden wou. Ja, eventjes hier kijken misschien. Nee, dit is net outside the search zone. Hier ben ik gewoon trespassing, oké. Oh, hier misschien. Ja, hier sowieso joh. Oh, camera, ja. Hallo. You better be Miguel. Let's get the fuck out of here. Lead the way. Ja, oké. Duidelijk. Carlos. Van Miguel. Good work, tourist. Now get him out of there and meet me at the gas station. Oké. Kunnen wij potentieel onze auto hier bellen? Where's Carlos? Carlos, ja. Zo heet hij. The gas station. I know it's hard, but you gotta trust me. Everything's gonna be okay now. Kunnen wij hier doorheen? Nee. Hoe krijgen we deze grafdeur open? Is er een knop? Hier lopen kabels. Oké, hier. Oh. Via dit apparaat waarschijnlijk maar. Hoe krijgen we dat ding open? Nou, we hoeven hem niet eens open te krijgen. We lopen gewoon door de deur heen. Ook goed. Dan bellen we namelijk even onze auto. Kijk eens. Carlos said he took you in. Thought you boxing. That kind of thing. He didn't teach me. Here's your ride. Ignore that scratch. What's it mean? Gracias. Oké, Miguel, stap in. Zit je erin? Top. En naar Carlos toe. Dat hebben we weer clean gedaan. Het gaat echt niet puur omdat je kunt schieten. Het gaat echt puur om het feit dat je kunt nadenken van oké, waar staat welke enemy? En hoe moet ik dit aanpakken? Anyone else waiting with Carlos? Want mijn schietskill is echt gewoon volledig kut. Just him. Almost there. Zoals jullie misschien ook wel een paar keer al hebben gezien. Door gewoon weer in. Ja, maar dat doet de game voor ons. There he is, Señor Yara. Come on, get in. Hell yeah, brother.
I knew you'd come for me! Mooi. Kijk eens aan. Lekker lang laadscherm. Love it. Prachtig. Konyo! City! You look like shit! I thought you motherfuckers were on rations. Still a dig. Still dry. Good for you. Elder and kiss. Miguel. I'm sorry. I didn't come for you sooner. I tried. You know I'd never forget you. Enough bullshit, Carlos. We do what we do to survive, mi hermano. Enough talk. Give me dat was of goed guitar. Of heel slecht. Ik wist niet precies wat dat gezicht betekent. Did good, tourist. Kan zo zijn van, waarom had je me niet gered? Maar kan ook zo zijn van, hey. Now, Danny. Je weet maar nooit. So, do I call you papa now? Jezus, Danny. Rustig. Oh, hey, Corizo. Dat is je naam, toch? Dacht ik? Ja? Nee? Echt, ik zweer, als ik het fout heb, ik ben zo slecht met naam af en toe. Onyo. Het enige. Konyo. Operation complete, second sun. Top! Perfect. Nou, we zitten op 40 minuten opname, waarvan ik... Nee, wacht, dit is de eerste 20 minuten. Look who it is, chorizo. Nou, we gaan lekker met Philly praten, omdat het kan. So, we're good friends now, see? No hard feelings? Almost blowing you up is the past. We got to look to the future. And I see a military truck in your future. With special ammo, special weapons, and a special sauce. Kijk, I'm feeling wants it real bad. Dat klinkt heel goed. I like to plan ahead. And I got big plans to bump up the Montero firepower, see? First step is that truck. They're loading it up at Ocaso Marina. Bring the truck back to me in one piece, hero. I got big plans, buddy. Okay. Packing heat, operation, rank 4. Get me ammo, hero, lost of ammo. I got big plans, hero, big plans. Need you steal a military ammo truck and bring it back. Ja, dat kunnen we wel. We hebben tanks gestolen. Bring it back and we'll talk. Ait, even kijken. Waar moeten we naar precies... Waarom zie ik links onderin mijn autoding staan? Zien jullie dat ook? Dat mijn auto... Ja, letterlijk bij mijn wapens zie je gewoon mijn auto-icoontje staan. Terwijl ik niet in mijn auto zit. Game doet een kleine glitch misschien, omdat ik... Nou, waarschijnlijk omdat ik geteleporteerd ben eruit en al dat. Grabbing a ride. Zou best kunnen. Waar moeten we naartoe? 1200 meter alweer. Wat heeft deze game toch met 1200 meter? We kunnen hier trouwens gewoon naartoe. Is sneller. Nou, dan gaan we gewoon even daar naartoe. Want ik bedoel, maar we unlocken niet voor niks die dingen, weet je. Ja, als je ze hebt, moet je ze ook gebruiken. Daar ben ik dan wel weer van mening. Ja, direct bij de auto. Top. Perfect. Trouwens, wat doe ik stom? Ik kan gewoon dit doen. Gonna grab a ride. Ik weet niet. Ik vind mijn eigen auto chiller dan al die ingespannen auto's. Ik weet niet wat ik mee heb. Ik ga naar me uit. Take good care of her, mijito. Thanks. Het is wel irritant dat je niet direct in kan stappen. Daar ga ik niet over liegen, dat vind ik een beetje irritant. Maar, fair enough. In een perfecte game zitten altijd nog wel een paar dingetjes die niet helemaal fijn zijn. Ik bedoel, maar dat heb je altijd.
Ook bij elke persoon is dat bijvoorbeeld. Het is een klein weggetje dit, zeg. Jezus. Lekker begroeid met planten. Niet heel goed onderhouden. Dit is zeg maar de Belgische kant van Far Cry 6. Philly, I'm at the marina. Now, whatever happens, just don't bounce the sweet baby. What? The truck, don't damage it. Drive like there's a big bouncy baby Philly in the back. Bouncing baby Philly. Got it. Dus we moeten hem opblazen. Dat wil ik er best wel mee doen. Just bring that truck back in one piece. Okay, hero? Bam. Zo, dat was een heel clean shot. Okay. Watch yourself, Danny. Oh, die was ook goed. Can't hide from me. Die was ook goed. Jezus. Wat zei ik nou net over dat mijn schietskill helemaal naar de tyfus is? Ik wil die woorden graag terugnemen. Nou, dat was ietsje slechter, maar... Ik moet zeggen, hij was dus nog best wel goed voor mijn doen. Ik ga gewoon close combat, joh. Hebben wij een shotgun met een silencer erop of zo? Nou, we hebben een compound bow. I mean, ik wil wel eens een keer een compound bow. Ja joh, dit is echt gewoon Far Cry 5 all over the game. Zo. Ja, dat is een goed gevoel van Far Cry 5. Zullen we gewoon direct de druk stelen nu al? I mean, we could. Vooral met hem neer kunnen we dit doen. Gewoon instappen en wegrijden. Hola, Philly. One very stolen truck is on the way. Perfect. Wat, hoezo kunnen we hier niet doorheen? Into my loin arms. But don't let nobody follow you. You like a cat in the night? A smooth, sleek, sexy cat. Zo, we zijn niet eens gezien, joh. Oh, jawel, bijna door een sniper. Maar voor de rest, niet gezien. Ik zag trouwens een blauw figuurtje daar op een steen zitten, dus... mogen we het echt niet damagen of is het gewoon dat hij niet moet exploderen? Heeft me niet eens door. Lekker. Ik moet zeggen, dit rijdt best chill hoor, deze bak. Het is gewoon een lekker rustig tempo. Dus laten we zien hoe het in een timelapse is. Daar zijn we dan ongeveer. Weet je wat ik altijd wat chill vind danseren? Gewoon een hoge auto. Ik weet niet. Die lage auto's rijden chill, maar ik heb toch iets meer met hoge auto's. Het rijdt chillen of zo. Zoals dit. Dit is toch gewoon chill. Dat je gewoon overal op de weg kan zien. I love it. Oké, mooi. We zijn er. Cicula. Wat zit er eigenlijk in? The hero returns. Oh ja, ammo, toch? Ja, and the hero needs rum. Oeh, kijk eens aan. Pinga. Nog meer wapens voor gorilla's. Philly magic, babe. Yeah, I almost died for packing foam. No. White gold. We almost died for we didn't again? Even die. Nobody even like shot at us. There were no bullets. Everything got another purpose, hero. Even you. Danny, wat is dit? Je zegt dat we bijna dood gingen. Denkt de game studios dat ik zo slecht ben? Nou, dat is ook weer niet aardig, hè? Godverdomme.
Nou, eens even kijken. We hebben hier nog een missie van... Oh, Carlos. Carlos? Who did they take? Ja, Carlos. Nou, zullen we eventjes meeluisteren? How many times are we gonna bail them out, papa? When does it end? Camilla, this is family. I say we cut our losses. Well, you don't get a say because this isn't your fucking camp. What's going on? Jose got our people. He's gonna hand them in Verdera Square. No, oh, fucking fault they got cut. No, it's your fault. How many times have I told you they need to learn what it is to be a guerrilla from us? But you never listen. To get faith, you have to give it. I don't like it. So what? We're just going to leave them behind? Mierda. I know what that's like. Small pack. Us five. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. Jose's going to have military. We will need eyes on them. Well, the church got a bell tower. You can see everything from there. Stay the night in the tower before the execution. Don't want anyone seeing you get up there. Got just the thing for you, Hiro. Fill your rifle with a high-power scope. I'll plant the gun. Miguel, me, and Camila at the square. Philly waits at the radio tower. And no cell phones. All right. Pero hasta el final, Camila. Klinkt als een plan. De Sundown Operation. We moeten nu helemaal hier naartoe. Dat doen we maar gewoon even zo, want ik heb echt geen zin om nog meer te rijden. Alhoewel, rijden in deze game is gewoon wel lekker relaxed en chill, maar... Ja, ik weet niet. Je moet natuurlijk ook weer niet te veel doen, want dan geniet je er niet meer van uiteindelijk. Carlos. Oké. I'm near the church. Oye, it's Miguel. Miguel? Where's Carlos? He's busy. Can you get to the bell tower? I think so. Good. I left the rifle up there for you. Stay low. Don't let the soldiers see you. Okay. Suerte, my friend. Ik had beter een air drop kunnen... Via een air drop kunnen doen. Oh, fuck. Die keer. Zijn er twee soldiers? Yes. Die kunnen we neerknallen. Godverdomme. Krijg de tyfus. I've got to lose him. Oké. Okay. Geen vechten, gewoon verliezen. Oké. Okay. Dit is weer zo een van die schoten die ik mis en die heel cruciaal zijn. Dit was weer een van die cruciale kutschoten. Oh, we kunnen gewoon opnieuw proberen. Als het zo makkelijk is, dan gaan we gewoon in, met een airdrop erin, hoor. Gewoon even kijken hoe dat werkt. Of dat in ons... Of dat in ons voordeel kan werken, misschien. Oké, okay, ik heb iets te... Je dropt er ietsje te dichtbij, dus. Maar het lukt. Bam. Kijk, dat hadden we gewoon beter eerder gewoon kunnen doen. Ik wil dit sowieso eventjes weer in mijn sniper veranderen hier. Godverdomme. Fuck off. Oké, we hebben de sniper. We moesten een sniper pakken, terwijl ik al een sniper heb. Cool. Right, I guess. Lemaal. We are in position. Okay, Jefe, I'm here. I'll keep the engine running, Suerte.
Oké, okay, we plannen dus een ambush, mooi. Of nou, we plannen, die is al gepland, we doen dus een ambush nu. Oh, is dat José? Ik kan eens wat zeggen. Ja. Don't shoot until I say. Hello, Yarans! You honor me today with your presence, just as I honor you with mine. These are the fake Yarans and they have no place here. Oh nee, ze hebben een fucking touw aan de loop van een tank. Oh god. Nog wie is dat? Kom op. Alejandro? Volgens mij heb ik die naam al eens wel eerder gehoord. Ik weet even niet meer wie dat is. Uit mijn hoofd, 1, 2, 3. Zo, Danny is nu doof. What's our move, Carlos? Carlos! Shit. Fuck it, schiet maar gewoon. What the fuck? Je had beter niet kunnen schieten, je had beter gewoon fucking José kunnen neerknallen direct. Oh, Carlos heeft fucking ding snel. Casi te pierdo, cabrón. What the fuck was het? Wat was er met die sniper? Oh nee. Springen! Oh nee! Nee, Carlos. Oh, fuck. Ali's gonna die here. We need to move. Espada! I got him. You cover me. Understand? Holy. Honey, we gotta get him the fuck out of here. Oh shit. I got it. Snipertje is nu niet heel belangrijk of zo. Ja, er staat dus een tank voor ons. Camilla. Waar is die? Daar. Gewoon spammen. Het ding moet even oprotten, namelijk. Oké, top. Die is weg. Oké, kom maar, Alejandro. I'll call him! Billy, where are you? I can't get in! This place is harder than the devil's balls! We got Alejandro! He's hurt bad! Okay, we need to get ready now! Okay! Upskay. Jezus, Espada, had je niet even een betere wapen mee kunnen nemen? Tering. Oeh, medicine. Make these cabrones pay. Oh fuck. Ik kan niet heel snel rennen. Waar is een tank? Tank? Of bedoelen ze gewoon die tank die ik net heb kapot gedieft? Oeh.
Oh, wacht even. Keep up with me. Camilla. Die Alejandro gaat echt hier dood hoor, ik zweer het je. Auw. Spada, alsjeblieft, ietsje sneller. Dank u. Bro, je hoeft er maar één fucking schot te schieten en hij was al dood. Hulppa. Loop nou door, tut. Oh, fuck. Vraag me af of hij het echt gaat overleven. Ik denk het namelijk niet. We gaan echt redelijk slow. Oh shit, Felice hier. Let's get the fuck out of here! Come on, let's go now! Let's move, Hero! Go, Philly, go! Danny, waarom sta je met een scheidpistooltje? Fight or run? Oh nee, niet in een fucking rijdend voertuig schieten. Daar ben ik zo fucking slecht in. Kan ik niet gewoon... Ja, ik wou net zeggen. Oeh! Unlimited ammo. Unlimited fucking ammo. Hello. Zei je iets over unlimited ammo? Oh. Dat is weer ietsje te veel gevraagd van een goede. Alle Billy Busters! I'm pushing this piece of shit as fast as it can go! Oh, we kunnen ook gewoon normaal rondlopen. Mooi. Hallo jongens. Doei jongens. Het is leuk jullie ontmoet te hebben. Wat gaan we daaraan doen? Ik weet bijvoorbeeld dat we dit hebben. Maar dan hebben we... I mean... Goeien. Oké, dat ding is inaccurate als tyfus. We lost him. Nee, dat werd niet. Oh, hoi jongens. Auw. Schiet daar niet. Goed zo. Heel. Oh, voor ons. We kunnen natuurlijk het best niet schieten, maar ja. Fuck, wat moet ik hier doen? Waarom stoppen we? Jezus, ik ben zo echt scheef. Doei. Danny, alsjeblieft. Wat? Hoezo was ik in... Philly, wat doe je? Jij incapabele kuthoer. Nou maar, Jezus. Ah, filmen. Alle Philly bastards! I'm pushing this pistol shit as fast as it can go! Oké, we hebben eventjes een ander wapen nodig. Die... accurater is en... Ja, sneller reloadbaar is. Dit is misschien dit ding. Oh, dat is verkeerde. 400 volt. Nou, laten we zien hoe dat werkt.
Oh, bro. Okay, dude. Ja, stik je maar in hoor. Dit ding is shit. Holy shit. Dat is pure scheid. Cirkelzaagjes gaan ook niet werken. Doe eens nog maar, dan maar dit ding. I guess. Oh, hij ligt nu wel. Normaal. Doei, Vipero. Waar zijn er alle enemies heen nu? Nou, op zich, ik heb geen probleem mee hoor, dat ze er niet zijn. Voor de zekerheid. Ja, fuck. Ja, hoe kan je dat ooit goed schieten, eerlijk? Au, 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 au. Doei. Oké, dat was... Ja, we hebben het in ieder geval beter gedaan. Nou, er zit nog eentje zo in de lucht. Fuck. Ik haat dit ding. Ik haat het. Vooral wanneer ik in een voertuig zit. Rank up, rank 9, lekker. Nieuwe weapons en gear available at Hans Arms Dealers. Zo belangrijk. Backup on the way. Backup on the way. Van ons of ik denk het. Nee. Die zijn gewoon heel lang gestopt, ja. Ik moet zeggen dat je een best bijzondere weg neemt. What the fuck happened to you, Danny? You were supposed to cover us. The rifle jammed. Miguel left me a defective gun. Fuck! I knew we couldn't trust that piece of shit. They knew we were coming. The whole thing was a setup. Binga! Ik had gewoon beter met mijn eigen sniper kunnen schieten, eerlijk. Tering. Van, ik zit ook niet te laat denken, maar. Is hij breathing? Ja, nee. His heart is stopped. Hang on, Ali. Uh-oh. Billy? Yeah, minute. Whatever you're thinking, Camila, don't. How do you know it wasn't your brother? We already know he's a fucking traitor. But what about Philly? He's the one who knows explosives. Uh-oh. Espada! You saved your papa, but didn't think once to save me. You left me to die in that fucking camp. Billy, I think we're losing him. You think your papa had it bad? Think of what Jose can do to a man when he has the time. Stand back, Hiro! I could have given up this whole fucking camp, but I didn't! Fucking Monteros. We're all dead, Camila. Castillo's already won. So... He's breathing! Espada! Yeah.
Ik ga eerlijk zijn, ik weet niet helemaal de story achter hem, maar... Woe! Die is dood. Oké. Okay. Private firing range. Equas Lindas. Balance your stance. A lion finds calm. Oh, wait, dat is... Hoe heet die ook alweer? Si, papa. Diego, ja. Fire me! Ah! Que bien, uncle. Well, now you have heard of our great victory in the West. Carlos Montero is dead. His guerrillas on the run. The tobacco fields secure. Fire! Ay, come, mirada, give me that. Bien. Bien. Your cousin seeks praise, Diego. If I knew his plan, I would have told him that the Montero roots run deep in the farmlands. 200 years. Yes, uncle, I was trying to surprise you. Diego, how many of your uncle's soldiers come from the farmlands? 80%, papa. Correct. And now, he has made a martyr of the most famous Montero. Let's see how many of his soldiers want to rebuild paradise now. Por favor. You killed my son's last bird. Run. What? Run. Okay. Oh shit! Mentira. Okay. Jezus. Nou. Hele interessante aflevering. Military presence increased. Stronger F&D units have been deployed to bla 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 bla. Weet ik veel. Hele interessante aflevering. Holy shit. Carlos dood. José. Niet dood, maar... Ik weet niet hoe het met hem afloopt. Alejandro in het kamp. Miguel verrader. Like, holy shit van de aflevering. Jezus. Nou. In ieder geval, dames en heren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van fucking Far Cry 6. Tering. Wat was het een aflevering? Nou ja, ik denk dat het duimpje omhoog wel verdiend is, toch? Ik denk het ook wel, ja. Doe gewoon eventjes een duimpje omhoog. Dat helpt mij weer enorm. En dan ben ik je ontzettend dankbaar. En ik bedoel, voor deze aflevering, kom op. F is gewoon een duimpje voor Carlos. Ja. Nou, in ieder geval... ja, tering. Bedankt voor het kijken. En vergeet mijn Discord niet te joinen. Vergeet mijn TikTok niet te volgen. En check mijn Insta. Tot de volgende keer. Tering. Doei.